om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken, sticht een stad in Ommelanden in 1614 een universiteit. Achteraf gezien een heel belangrijk moment voor Groningen. De universiteit trok niet alleen geleerden en studenten van heinde en ver, maar was ook een belangrijke motor voor veel veranderingen en moderniseringen in de daaropvolgende eeuwen. Goedenavond en welkom bij de vijfde aflevering van Het Verleden van Groningen over de verlichting. De middeleeuwen, waarin achter alles de wil van God wordt gezien, zijn in 1600 voorbij. Niet dat men plotseling ongelovig wordt, integendeel. Maar wetenschappers accepteren steeds meer dat de natuur begrepen kan worden zonder achter alles de hand van God te zien. We noemen dit het tijdperk van de verlichting, als tegenhanger van wat gezien wordt als de donkere middeleeuwen. De verlichting, dat is het thema van deze aflevering. Lange tijd is het klooster van Aduard een belangrijk centrum van onderwijs en wetenschap voor Groningen en ver daarbuiten. Aan het eind van de 15e eeuw komen hier regelmatig geleerden samen die we nu kennen als de Aduarder Kring. Onder hen bevindt zich de Groninger humanist Rudolf van Agricola en de theoloog Wessel Gansfort. Deze vroege humanisten zijn diepgelovige mensen, maar ze beginnen op een andere manier naar de wereld te kijken. Ze stellen de menselijke waardigheid centraal, vinden vorming en onderwijs van het hoogste belang en verzetten zich tegen een dogmatische interpretatie van het geloof. De stad Groningen kent voor de oprichting van de universiteit al verschillende scholen. De gegoede families sturen hun zonen naar de Sint Maartenschool, oftewel de Latijnse school. In de 16e eeuw, als de school onder leiding staat van Regnerus Predinius, geniet de school zelfs internationaal aanzien. De Latijnse school is een vooropleiding op een universitaire studie elders in Europa, of wanneer de leerling niet verder ging studeren, als een opleiding tot algemene kennis. Je kunt het een beetje vergelijken met het hedendaagse middelbaar onderwijs. Groningen is in de 17e eeuw een ambitieuze stad met behoefte aan goed opgeleide mensen, diplomaten en juristen. Tegelijkertijd is er na de reformatie vraag naar bekwame predikanten. De nieuwe universiteit levert hen de benodigde opleiding. Aan de andere kant is er ook vraag naar een universitaire opleiding. Die komt vooral van jonkers uit de Ommelanden. Hun zoons gaan aan de universiteit studeren en ze vormen een bestuurselite die niet alleen in Groningen, maar ook bij koningshuizen elders in Europa aan het werk gaan. Een bekend voorbeeld is Johan Willem Ripperda, een Groninger jonker die het tot ambassadeur van de Republiek in Spanje brengt en later ambassadeur van Spanje wordt aan het hof van de Habsburgse keizer. De universiteit heeft in het begin een duidelijke band met het aangrenzende Oost-Friesland. Veel studenten komen hier vandaan en ook veel hoogleraren zijn Duits. Ubbo Emmius bijvoorbeeld. De eerste rector magnificus van de Groninger Universiteit komt hier uit Greetsiel. Omgekeerd halen veel Duitse gebieden die aan Noord-Nederland grenzen hun predikanten uit Groningen. Hoe kan dat? Holland was voor Groningen ver weg. De Oost-Friezen waren buren en met hen voelden ze dan ook een veel grotere verwantschap. Tegenwoordig voel je in de eerste plaats Nederlander en dan pas Groninger. Maar vroeger was je vooral Groninger of, zoals je hier in Greetsiel woonde, Oost-Fries. Dat verschil is voor die mensen toen net zo klein als nu het verschil tussen Groningers en Drenthe. Tegenwoordig zijn er zo'n 570 hoogleraren in dienst van de universiteit en schrijven zich jaarlijks rond de 5000 nieuwe studenten in. Maar in de eerste halve eeuw van de Groninger Universiteit staan er jaarlijks maar zo'n 100 studenten ingeschreven.
Studiebeurzen bestaan nog niet en de studenten zijn behalve uit de adel verder afkomstig uit de gegoede burgerij en de rijke boeren. Door de eeuwen heen heeft de Groningen Universiteit wetenschappers en hoogleraren van internationale naam en faam voortgebracht. Denk maar eens aan Johan Bernoulli, Petrus Kamper en Frits Zernike. Maar het belang van die universiteit zat hem niet in het internationale aanzien. De universiteit was vooral van belang voor haar directe omgeving, stad en ommeland. En hoewel veel onderzoek zich afspeelde op stoffige kamertjes op de instituten van de universiteit, had het onderzoek wel degelijk zijn invloed buiten de muren van de universiteit. Geert Reinders is daarvan een goed voorbeeld. In 1737 wordt in Bedum Geert Reinders geboren. Hij is de zoon van een molenaar, maar hij weet zich op te werken tot rijke boer. Iets wat we tegenwoordig een self-made man zouden noemen. Maar hij is bovendien een verlicht denker. Voor Reinders is een ramp, zoals een epidemie of een dijkdoorbraak, niet zonder meer een straf van God, maar iets waar je wat tegen kan ondernemen. Hij is nooit naar de universiteit gegaan, maar hij gaat wel wetenschappelijk onderzoek doen. In Groningen heerst sinds 1713 de veepest, een besmettelijke ziekte waaraan 2/3 van alle koeien sterft. De ziekte steekt telkens opnieuw de kop op en in 1774 is er weer een ziektegolf. En een van de boeren die vrijwel al zijn vee verliest, is Geert Reinders. Op de Groninger Universiteit doet de hoogleraar Petrus Kamper proeven om een middel tegen de veepest te vinden. Reinders, die nooit aan de universiteit gestudeerd heeft, is betrokken bij die proeven, maar omdat Kamper geen succes heeft, begint Reinders te experimenteren met zijn eigen vee. Het valt Reinders op dat koeien die genezen zijn van runderpest kalveren voortbrengen die immuun zijn tegen de veepest. Hij gaat daarom zijn veestapel inenten. Met succes, want de pest heeft er minder vat op. Geert Reinders kon zijn uitvinding doen omdat hij de veepest niet als een straf van God beschouwde, maar als een natuurramp die je kon bestrijden. Voor ons is dat logisch, maar in die tijd was dat een nieuwe manier van denken, het verlichte denken. Nu is dat verlichte denken niet in Groningen bedacht, maar er was wel een universiteit met professoren die erover schreven en erover vertelden. En op die manier kwamen nieuwsgierige mensen zoals Geert Reinders ermee in contact. En Geert Reinders was geen uitzondering. Er waren veel meer boeren zoals hij. De meeste verlichte burgers zijn ook politiek actief. Ze verzetten zich tegen de regenten, een kleine elite die overal de dienst uitmaakt en elkaar de baantjes toeschuift. Dat grotere groepen gewone burgers zich met de politiek gaan bemoeien is nieuw voor die tijd. Een van de gevolgen van die grotere belangstelling voor de politiek is het ontstaan van kranten en dagbladen halverwege de 18e eeuw. Uitgever Jacob Sipkes vraagt in 1742 toestemming aan het stadsbestuur om een krant uit te mogen geven. Die krijgt hij, hoewel geen krant de deur uit mag zonder dat het stadhuis deze goedkeurt. Censuur dus. In een universiteitsstad als Groningen met veel burgers is hij verzekerd van een behoorlijk omvangrijk lezerspubliek. Aanvankelijk houdt de krant zich nog verre van politieke commentaren. Uitzondering is de Groninger Nouvellist, die echter al spoedig verboden wordt. Net als elders in Nederland heerst er onder de burgerij in de tweede helft van de 18e eeuw veel onrust. In 1748 zijn er relletjes en in 1787 weer, zoals bijvoorbeeld in Appingedam. De burgerij neemt steeds openlijker stelling tegen de regenten. En dat is ook te zien aan de commentaren in de krant. Zo is er de zeer onregelmatig verschijnende Groninger Rarekiek. Het is onbekend wie de redacteuren waren, maar in het blad werd menig vooraanstaande Groninger over de hekel gehaald. Zo schreven ze dat de regenten na een vergadering in het stadhuis als dronken mannen huiswaarts keerden. Hoewel de burgerij een gemeenschappelijke vijand in de regenten ziet, zijn ze het onderling vaak niet eens.
Vandaar dat er steeds meer kranten worden gepubliceerd. Zo verschijnt in 1787 de Ommelander Courant. Een tamelijk liberaal georiënteerd blad. In 1795 vlucht de stadhouder. Overal in de Republiek wordt dit bericht door de patriotten gevierd. In de stad Groningen richten ze een vrijheidsboom op, waarvan het topje nog steeds bewaard wordt in het Groninger Museum. De kleine burger komt voor even aan de macht. Gesteund door de Fransen die in 1798 behulpzaam zijn bij de oprichting van de Bataafse Republiek. Stad en Ommelanden gaan een woelige bestuurlijke periode tegemoet, die pas in 1813 eindigt als de Fransen vertrekken. De opkomst van de kranten is het begin van een nieuwe ontwikkeling. De gewone burgers willen niet alleen deelnemen aan de politiek en het openbaar bestuur, ze krijgen ook belangstelling voor andere zaken die tot dan toe alleen toegankelijk waren voor een kleine elite. Er ontstaan lees-, muziek- en toneelgezelschappen. Doordat er steeds meer mensen komen die belangstelling krijgen voor kunst en cultuur, ontstaan er op den duur speciale gebouwen om al die grote groepen belangstellenden onder te kunnen brengen. Zoals deze Stad Schouwburg. Op 9 oktober 1814 bezoekt koning Willem I de stad Groningen, omdat de universiteit 200 jaar bestaat. Groningen presenteert zich aan de koning als een centrum van verlichting, onderwijsvernieuwing en een welvarende, beschaafde boerenstand. Maar niet iedereen kan zich vinden in de maatschappelijke vernieuwingen. De greep die de overheid nastreeft op de hervormde kerk roept verzet op. Bovendien vinden sommige gelovigen dat veel predikanten het geloof veel te vrijzinnig interpreteren. Maar hier, in Ulrum, preekt dominee Hendrik de Kok niet het vrijzinnig geloof, maar het strenge Calvinisme. Hij trekt van heinde en ver bezoekers naar zijn kerk. Is het toeval dat de Kok zoveel aanhang vindt hier op het Groninger Hogeland? Het had ook elders kunnen gebeuren, maar op het Groninger Hogeland waren de voorwaarden voor een geloofsstrijd aanwezig. In de dorpsgemeenschappen op het Groninger platteland maakten de boeren de dienst uit. Zij bekleden de belangrijkste posities en hadden ook grote invloed op de benoeming van de predikant. De elite onder hen kon zich goed vinden in de vrijzinnige interpretatie van het geloof, zoals die in de verlichting opgang had gemaakt. Wie niet tot de elite behoorde, zoals landarbeiders en veel van de middelgrote en kleine boeren, zette zich af tegen de elite. Met ledenogen zagen zij hoe de rijke boeren ten koste van anderen hun paradijsje op aarde probeerden te creëren. Troost vonden ze in de gedachte dat slechts de uitverkorenen na hun dood werden toegelaten in het ware koninkrijk Gods. In deze sociale tegenstelling vond dominee Hendrik de Kok een goed gehoor voor zijn strenge interpretatie van het geloof. De Kok volgt de vrijzinnig theologische studie aan de Groningse Universiteit. Maar gaandeweg raakt hij na lezing van de boeken van Calvijn tot een andere interpretatie van de Bijbel. In 1833 spreekt hij vanaf deze kansel zijn kerkgangers toe. Zijn orthodoxe preken vallen in de smaak en overal vandaan komen de bezoekers naar deze kerk. Maar omdat hij ingaat tegen de officiële leer van de Nederlandse hervormde kerk, komt hij in conflict met zijn collega-predikanten en met de overheid. Maar eind 1833 loopt het conflict zo hoog op dat het kerkbestuur besluit de Kok te schorsen. En een half jaar later zetten ze hem af. De Kok kan de kerk in Ulrum niet meer in. Op
Op 13 oktober 1834 publiceerden de kok en zijn aanhangers een akte van afscheiding en wederkering. De breuk met de kerk is dan definitief. Na deze daad verschijnt er van voor- en tegenstanders een stroom aan schotschriften. In Groningen scheiden zich in de daaropvolgende jaren meer dan 40 predikanten af van de moederkerk. De sociale onrust blijft voelbaar. In 1834 zou zich aan de arbeiders van het dorp Houwerzeil God geopenbaard hebben met de opdracht in verzet te komen tegen de gevestigde orde in de kerk. Daarop trekken de arbeiders naar het boerendorp Zuurdijk om hun ongenoegen kenbaar te maken. Koning Willem I stuurt troepen naar het noorden en laat deze inkwartieren bij de opstandige kerkgangers. Maar de breuk is onafwendbaar en ook elders in het land vinden de Coxianen medestanders. Pas in 1841 besluit kerk en overheid over te gaan tot de erkenning van de nieuwe kerk. Vanaf 1869 onder de naam Christelijke Gereformeerde Kerk. Waarom is die afscheiding zo belangrijk? Uiteraard gaat het om een geloofskwestie die nog lang doorwerkt in Nederland. Maar het gaat bij de afscheiding ook om een sociale tegenstelling tussen de dorpselite en het gewone volk. De afscheiding legt die sociale onrust in de vorm van een geloofstrijd bloot. Voor de afscheiding was de kerk een bindende factor in het dorp. Nu er meer kerken naast elkaar gaan bestaan, beginnen de verschillende groepen zich van elkaar te isoleren. De afscheiding heeft ervoor gezorgd dat je in vrijwel elk Gronings dorp of elke wijk meerdere protestantse kerken hebt. De protestanten hebben elkaar jarenlang bestreden, maar in 2004 is die afscheiding weer ongedaan gemaakt. De meeste kerkgemeenschappen zijn toen gefuseerd tot Protestantse Kerk Nederland. Ondertussen heeft de ontkerkelijking zijn tol geëist. Veel kerken staan leeg of kregen een andere bestemming, zoals deze hier achter mij in de stad Groningen. Die werd omgebouwd tot appartementencomplex. De afscheiding heeft plaats in een tijd dat de eerste tekenen van grote sociale veranderingen merkbaar worden. Want in de loop van de 19e eeuw gaan de industrialisatie en nieuwe ontwikkelingen in de landbouw de samenleving ingrijpend veranderen. En over die veranderingen gaat de volgende aflevering van Het Verleden van Groningen. Goedenavond en graag tot de volgende week. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting J.B. Scholtenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager. Wilt u meer weten over ons verleden? Tot 12 december is er op verschillende plaatsen in onze provincie de manifestatie Het Verleden van Groningen. Bijvoorbeeld in het Oude Groninger Museum. Daar kunt u onder meer zien hoe tussen 1750 en 1900 het leven van de boeren op het Hogeland ingrijpend veranderde. Meer weten? Kijk op www.verledenvangroningen.nl.